Bijna 150 jaar geleden stichtte de Duitse pater Arnold Jansen zijn congregatie in Stijl. Het zelfvoorzienende dorp kreeg eind 1900 een eigen drukkerij en fotoafdeling. Een van de grootste in Europa. Ze hadden ook kleurendruk, daar waren zij ook uniek in. Pater Jansen had grote fascinatie voor fotografie. De foto's werden bijvoorbeeld gebruikt voor een Duitsstalig religieus tijdschrift dat op het hoogtepunt 800.000 oplages had. Bijvoorbeeld mag ik nu maar de sluiten open. Kijk eens daar. Broeder Heinz Helf kwam in 1954 op 20-jarige leeftijd vanuit Duitsland naar Stijl. Hij heeft tientallen jaren op de reproductieafdeling gewerkt. Dat is dan de reproductiecamera, een Klimts reproductiecamera. Daar heb ik dan aan geleerd. In de loop der jaren verandert de drukkerij en fotoafdeling mee met de tijd. Dat is een van de buitengewone, hele grote apparaten die überhaupt voor de drukkerij gebruikt worden. Voor Stichting Behoud Monumenten Stijl was het nu of nooit om nog wat te doen met de apparatuur. Omdat de gebouwen die zijn nou eigendom van Boei. En waarschijnlijk zijn er andere ideeën wat men met die gebouwen wil doen. Ja. Dus het is eigenlijk al leeg, het gebouw. Maar die grote apparaten, zoals die reproductiecamera, die stond er nog. Dus we hebben toen gezegd van, als we iets willen doen, moeten we het nou snel doen. Want daar gaan de deuren dicht voorlopig. De apparaten werken nog allemaal. Ze zijn te zien op de dagen wanneer de tentoonstelling is geopend. We hebben nou dit jaar besloten om toch iedere eerste zondag van de maand open te gaan. Dus dat is in de zomermaanden tot en met oktober. We gaan nu naar de donker gaan, want dat is een tweeruimtecamera. Lichtruimte en donkere. De inmiddels 89-jarige broeder Helf vertelt dan al te graag hoe de apparaten, die hij zelf jarenlang gebruikte, werken.